de figuren, heb je die ook in het landschap gezet of nee. Heb je dat landschap in de, zeg maar, achter je figuur gezet? Ja, dat ja. Ja. En dat is ten eerste handig, omdat ik dan niet met een model ergens heen moet. En die landschappen verzamel ik zo waar ik ben. Maar het grappige is dat ook door ze erin te plakken, krijgt het iets heel surrealistisch. Want je voelt toch wel... Je voelt dat het niet klopt. Ja, dus het heeft daardoor iets schilderachtig. Wat leuk is. Nee, dat is zeker zo. En dat is een struisvogel. Als je het eenmaal weet... Ja, als je het eenmaal weet dan... En dit, nou ja, ik was gewoon maar gaan zoeken. Als je het zo ziet, weet je, en je weet het dan, dan haal je het toch wel een beetje. Ja. Zeker door de kleding, ja. Hier ook hoor, ja. Maar ook hier die voetenstand. Ja. Ik was in een dierentuin in Lille met mijn dochter. Heel grappige dierentuin en toen zag ik, we stonden zo naar zo'n veld met allemaal dieren te kijken en daar liep een miereneter. Toen zei ik tegen mijn dochter, god, zo krijg ik net een mens. Ja, ze zijn helemaal gefascineerd door die miereneter. En ineens bedacht ik me, oh ja, kan natuurlijk ook. Omdat ik al mensen maakte, dat deed ik al eerder, kan ik ook mensen maken die op dieren lijken. Zo was dat idee geboren. En dat ben ik toen gaan doen. Het gaat ook over dat mensen eigenlijk, zijn ook eigenlijk gewoon dieren. Wij zijn gewoon dieren en vallen nog regelmatig ten prooi aan ook allerlei dierlijke instincten. En dat maakt de mensheid er niet altijd heel mooi op, zou ik maar zeggen. En daar is ook een beetje een commentaar op. Op hoe mensen zich soms beestachtig gedragen. Maar aan de andere kant probeer ik ze ook wel af en toe een beetje aandoenlijk te maken of aaibaar of zo. Dus dat je toch ook wel weer sympathie voor ze op kan brengen of zo. Dus ik hoop dat dat er ook wel in zit.